Informatieuitwisseling met buitenlandse partners is belangrijk bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Korpschef Brian Isaak zei vanmorgen tijdens een persmoment dat belangrijk is te weten dat de partij vuurwapens die in beslag zijn genomen gekoppeld zijn aan andere misdaden die ook aan het licht gebracht moeten worden. Het is heel belangrijk om specialistisch te werk te gaan ten aanzien van elk één illegale vuurwapen dat in beslag is genomen, om die nauwe uitwisseling te hebben met onze buitenlandse partners. Omdat we dus ook andere vormen van criminaliteit, grensoverschrijdende criminaliteit, kunnen analyseren, kunnen zien. Let wel, wij zien hier illegale vuurwapens, maar dit is ook gelinkt aan andere soorten strafbaarheden. Georganiseerde misdaad, die georganiseerde drugscriminaliteit. Zo per rijkje. En vandaar dat het heel belangrijk is om informatie uit te wisselen. De politiebaas gaf wat informatie over piekperiodes van misdaden die worden geregistreerd. Hij verklaart dat een van de momenten waarbij duidelijke pieken zichtbaar zijn, wanneer de levering van brandstof bij de politie wordt stopgezet.